Maar gisteren hadden we de Witte Chinees bij Studio Voetbal. Die zegt, ze zijn te kritisch. We zijn met z'n allen te kritisch op Stengs. We mogen wel een beetje meer van Hanegem vandaag ook. Positief natuurlijk. Ja, nee, maar we zijn allemaal positief. Maar omdat we zo van Stengs zijn spel en van hem als voetballer houden... ben je ook kritisch op zijn spel. En ik gun die jongen een fantastische carrière. Maar dan moet hij die slordigheden, die jeugdvoetbalinstelling die hij heeft... die moet hij dus overwinnen. Ja. Want anders wordt hij daarop afgerekend. Nou, Johan, hij moet wel heel veel nog overwinnen. Je bent kritisch op hem, hè? Jij bent echt kritisch op hem. Nee, maar het is toch gewoon reëel. Wil je echt in Engeland gaan spelen, in Spanje gaan spelen... waar je ooit wil eindigen... Er wordt echt veel meer gevraagd. Ja. Daar kom je hier niet mee weg met de manier waarop je speelt. Alleen, je wacht altijd, en dat heeft hij natuurlijk wel... Hij heeft wel die ene speciale bal. Ja. Ja. En dat hebben we natuurlijk heel weinig. Het is veel vet als nou bij wijze van spreken... bij Ziyech er al geen trainer in Engeland over denkt... om hem in de as van het veld te laten spelen. Ja. Dat doen ze niet. Leidt hij veel te veel balverlies. En heb je het over Ziyech, bedoel je? Ja. Die was een stuk die verder. Kan ook goed voetballen. Ja. Heel goed voetballen. Maar hij precies hetzelfde. Tuurlijk, hij precies hetzelfde. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.